als bullen bier. Sommigen zijn zelfs zo enthousiast over het carnaval dat het hun betreft nooit genoeg is. Hoe meer, hoe groter, hoe beter. Er zijn er zelfs bij die Italiaanse trekjes vertonen en gewoon op de troon blijven zitten. Ondanks dat hun periode eigenlijk al vrij is. Geen klimaatplakkers, maar carnavalplakkers. Over wie je bent, wie de feestneus past, die trekken hem aan. De mensen met een stopwatch hebben het al lang gemerkt. Ik sta over de 4 minuten heen. Hè? Andere sprekers hebben 4 minuten gekregen. Dat klopt, maar ja, omdat ik nu en wethouder en lokale burgemeester ben, heb ik mezelf maar 2 keer 4 minuten toegeëigend. U merkt het al, u heeft het al gemerkt, mijn grappen zijn van het niveau van uw muurglas naar 1 minuut. Eén niveau, inhoudsloos en doodgeslagen. Dus, de volgende edities laten we daar een echte buurtregel aan het doen. Ik heb het ook eens echt lang. We hebben een roze woensdag, vette dinsdag, as woensdag en vandaag dus sleutelvrijdag. Ik vind het erg jammer dat burgemeester Mark Slinkman hier vandaag nog niet bij is. Maar voor mij is het een eer dat ik jullie, overheden, zo direct de sleutel mag overhandigen. De komende dagen zijn jullie de baas en jullie de hond. In ieder geval, de tijd voorbij. Afgelopen dinsdag was ik bij de première van Het Geheim van Carnaval. Samen met een groot deel van jullie hebben we die bekeken bij Hopmans. Ja, Hopmans vertoont. Ik wil graag afsluiten met een paar citaten uit de documentaire die volgens mij op jullie allemaal slaan. En als het niet zo is, dan is het ja. Of je nou vrolijk, een prinsenpaar, de 61ste, de 11e, de gemakkelijke, de dolle deugen, de broodnodige verzorgster, of de veelzijdige bent, prins of prinses worden is de grootste eer die je kunt krijgen. Dan de tweede, carnaval. Brengt iedereen samen. Dat merk je wel hier en kijk maar direct uit de tent. Er zijn heel veel mensen op elkaar. De volgende is: als ik de kans krijg, word ik prins. Slash prinses. Ja, dat is goed. Heel veel van jullie. Heeft gevolgd. En als laatste, en dat denken jullie denk ik volgende aankomende woensdag, als je daar terugkijkt, wat we gehad hebben, heeft het goed gedaan. Ik wens alle prinsen, prinsessen en het gevolg voor alle carnavalsliefhebbers een geweldige carnaval toe. Dank jullie wel. Dat jullie dus jarenlang de ceremonie willen.